Spinazie. Ook. Ja, ja. Sla. Ook. Andijvie. Ook. Hutspot. Ook. Ik lust bijna alles. Wat dat betreft. Haring. Nee, dat vond ik niet. Kijk. Bram, in de buurt. Slam. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de buurt. Ik zit hier naast Cor. En ik zit hier in Amersfoort. Maar u komt uit Hoevelaken. En dat ligt hier hoeveel kilometer vanaf? 4. En dat is weer hoeveel kilometer van Amsterdam? 40, denk ik. Ja. Met de brandende vraag, wat is het gemeenste wat jij ooit hebt gedaan? Wat is het gemeenste wat u ooit in uw leven heeft gedaan? Ik ben nog niet zo heel lang geleden met de broer van een vriend van mij op date geweest. Oei, 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 oei. Wat was de reactie van die vriend? Oh, die is best wel boos, nog steeds. Ja. Leuk. Hoe heet die vriend? Rick. Nou Rick, daar ga je. Dat is mooi kut. Nou, hoe bedoel je het? Qua gemene dingen of qua erge dingen? Kan allebei. Ja, gewoon groepsgevechten bijvoorbeeld. Verkrachting ook? Nee, gelukkig niet, joh. Kan wel, maar moet gewoon 1 jongen en 6 wijven of zo, niet andersom. Nee. Nee. En dat jij dan verkracht wordt? Juist. Nee, tuurlijk niet. Wij kunnen niks bedenken. Hmm. Nee. Ik heb ooit een parkeerwachter doodgereden. Doodgereden? Ja, oh, maar ja. Dat, weet je, het leven gaat ook gewoon door. Ja. Maar of dat gemeen is? Ja, er zijn ergere dingen, hè? Ja. Daarom. Nou. Wat is het gemeenste wat jij ooit hebt gedaan? Het gemeenste? Oh nee, met een keer met een maatje naar de bioscoop en in de pauze gewoon weggegaan en al laten zitten. Oh. Is dat leuk? Toen zei je van ik ga naar de wc. Nee, ik zeg ga even wat te drinken halen voor ons. En toen ben je weggegaan. Gewoon, is dat gemeen? Dat is vrij gemeen, Hans. Waarom dan? Oh, ik zeg het niet zo zitten. Ik weet niet. Nee. Geen klik? Geen klik. Nee, in een rotfilm. Dus. Met glitter in een envelop. Ken je dat? Ja. Als je echt iemand haat, dat je dan glitter in een envelop moet doen. En dat je dan iemand moet versturen, dan maakt hij de envelop open. En dan heeft hij allemaal glitter in zijn huis. Een pannenkoek. Gegooid. Neem ons even mee. Hoe ging dit in zijn werk? Ik heb gewoon pannenkoeken gebakken. En die hadden we tegen iemand aangegooid. Op straat? Ja. Vanuit het klaslokaal? Nee, op de fiets. Hoe reageerde hij, zij? Is het hij of zij? Zij. Ah, Jan Willem. Ja, sorry. Dat is een laf. Ja. Weg ermee, met zijn pannenkoek. Bah. Bij wie zou je iets gemeens willen doen? Zijn er mensen, bijvoorbeeld van tv of zo, dat je denkt van, nou, die zou ik wel even te grazen willen nemen. Gewoon een engnek. Nou, misschien bij jou, maar... En nu jij weer. Nou, daarom doe ik niks. Nee. Daarom zou ik niks gemeens doen, want Hassan is erbij. En stel, iemand woekert uw tuin om met een spit. Nou, dan zou ik hem bedanken. Ja, zou ik heel prettig vinden, hoef ik het niet te doen. En stel, hij zet uw schuurtje in de hens. Ja. Nou ja, goed, dan moeten we de verzekering aanspreken daarvoor. Ja? Je zou het niet terug doen? Nee. Molotovje. Zeg eens neer, vind, dan ga ik even verder. Want, ja, want u moet weer shoppen. Een aantal interessante vragen. Ja, dank u wel en een fijne dag. Helder. Dag hoor. Wat voor huidverzorging heb jij? Of... Niks. Douche, niks? Shampoo. Cremetje, even een cremetje? Nee joh. Gewoon... Ik wel. Ja, Nivea. Gewoon ja, af en toe nog voor de buisjes af en toe. Ja. Ja. Dit was Bram in de Buurt voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met weer een brandende vraag. En check de nieuwe aflevering van Statements die hier ergens oppopt. Echt superleuk. Ik zou zeggen tot volgende week. En zoals we altijd zeggen... Oh. Zo, ik heb gisteren nog een video gekeken. Ik heb gisteren nog gekeken, maar ik weet het niet meer. Joejoe. Joejoe. Oh.